Dit is mijn uitspraak. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Jij uitzicht alleen met mij. Wat kan mij dat nou schelen? En zit niet te liegen, want er komt zo bij je, hoor. Denk erom. Moet ik mij laten bedreigen, iedere dag? Heel goed mee, bam! Die vent is gestoord, je hoort dit gek uit. Nou, jij bent bedrijf op Pieter Baancentrum, hoor. U doet niet mee aan de verkiezing voor de gezelligste straat van Nederland, hè? Kan je wel zeggen. Liefst zou ik ze de grond in willen trappen, alle twee. Die lelijke den kontje reeree. De buurvrouw is een oude trol. Ze liegt, ze bedriegt en ze beziekt het boek. Jij moet naar het Sprookjesbos. Je bek houden! Nu! Spreek houden! Ho, 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 kom. Alsjeblieft. Ik ben onderweg naar de 86-jarige Annie uit Lelystad. En dat is hoog nodig, want Annie voelt zich namelijk opgelicht door haar buren. Die heeft ze namelijk een flink geldbedrag gegeven als een soort van bijdrage aan de nieuwe, mooie, gezamenlijke schutting. Maar in plaats daarvan verschijnt er een afzichtelijk lelijk, van sloophouten planken in elkaar geflanst gedrocht in haar achtertuin. En je begrijpt, dat pikt Annie niet. Hij heeft het geld in zijn zak geduwd en er gewoon een rotschutting tegenaan gegooid. Kan je nagaan hoe viezerig dit is? De buren in kwestie, Fred en Lies, snappen er allemaal geen hout meer van. Volgens hen voldoet de nieuwe schutting prima. En voor de rest zijn ze dat eeuwige gezeik van Annie inmiddels spuugzat. Sterker nog, ze moet oppassen, anders eindigt ze binnenkort zelf tussen zes planken. Ik zou de pakant willen maken. Meen ik echt. Ja, ik wil er helemaal wringen tot er niks meer uitkomt. Ja, sorry jongen. Nou, dat klinkt allemaal niet best. Hoogste tijd dus dat meester Visser naar Lelystad afreist, voordat de buren geen spaan van elkaar heen laten. Mijn buurman heeft die schutting geplaatst. En je ziet het, het is een en al troep. Het is vlag op de stronschuit. Nou, zoals je ziet is dit onze tuin. Onze paradijsje. Ons paradijsje. Ja. Daar steek ik mijn zalige zieligheid in. Het kost heel veel geld. Ja. Maar wij vinden dat gewoon mooi. En dan zo'n schutting neerzet, die hovenier is die. Hovenier. Ja, van de pispot. Kijk, dit zijn de oude barsten die er afvallen. Nou, dat is toch mooi antiek. Ik kan daarvan genieten. Het zijn allemaal splinters en toestanden. Hier, je kunt hem zo uit elkaar trekken. Dat hij zijn medemensen zo moet belazeren. Als je niet uitkijkt, kijk die splinters in je vingers. Als je binnen als je hier komt, onder de open kappen heerlijk, komt, wat een lekkere tuin. Dat je denkt van, oh, hier kom ons ik paradijs. Hier wil ik wel mijn colaatje drinken. Pleurissooi. Die twee planken heeft hij ook niet eens gedaan. En die heeft hij zwart gemaakt en die heeft hij zwart gemaakt. Nou, die vent is gek. De buurvrouw is een oude trol. En het is een vrouw met een IMD'tje. IMD staat voor intimideren, manipuleren, delegeren. Heeft ze al jaren hier gedaan. Maar niet bij mij. Als ik die lelijke bek van hem zie, dan word ik al ziek. Tjonge, jongen, die zet je nog niet bij je gevangene neer. Zo, daar zijn we dan, in het zonnige Lelystad. In dit kleine straatje speelt het zich allemaal af vandaag. En dat kleine straatje, dat zou u thuis al bekend kunnen voorkomen. Want we zijn hier namelijk al eens eerder geweest voor een andere zaak. Het ging toen tussen twee buurvrouwen, een paar huizen verderop. En Annie en Fred, die vandaag de hoofdrol spelen, die zaten toen tijdens de hoorzitting bij meester Visser in het publiek. En die kregen me toch tijdens die hoorzitting een ruzie met elkaar? Mijn buurvrouw was nou. Nou, ik ben jouw buurman. Jij moet je bek houden. Ik zwijg op je. Zeg jij nou niks. Jij hebt een relatie met mijn buurman. Iedereen weet het, behalve de buurman zelf. Zeg alsjeblieft. Dat geeft wel aan hoe gestoord je bent. Ja, stoort jij ben, ja. Eigenlijk is het inmiddels een straatruzie geworden. Van een bruiloft komt een bruiloft, zeggen ze wel eens. Nou, van een burenruzie komt een burenruzie. Vandaag draait het allemaal om een schutting en het gaat er heftig aan toe. Ik ga eerst op de koffie bij Annie. Nou, och, vind ik ingewikkeld. Ine mine mutte, nou, we nemen de meest moderne. Goedemorgen, Annie. Goedemorgen, Victor. Hoe is het? Goed. Daar ben ik weer.
Ja. Terug in Lelystad. De vorige keer was ik er voor de buren. Voor de buren, ja. Maar nu ben jij in de hoofdrol. Ja. Mag ik binnenkomen? Mag van mij binnenkomen. Want zullen we gelijk anders maar eens eventjes toe naar de schutting aan de achterkant? Want daar draait het allemaal om, hè? Ja, prima. Laten we dat dan doen. Ik volg. Kom binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Gerrit. Victor. De zoon van. Dat zie ik aan de mooie bruine ogen. Wat een gezellig huisje, Annie. Nou, ik vind er niks aan. Want ik heb nog nooit zoveel ellende meegemaakt als nu de 3 jaar hier wonen. En dan ben je toch al op een mooie leeftijd. Ja. 86 en dan moet je dat nog allemaal meemaken. Allemaal nog meemaken. Zullen we eerst maar eens even naar de schutting gaan? Eerst naar de schutting. Om te kijken wat er nou precies allemaal aan de hand is? Ja. Och, nou Annie, je hebt een tuin op het zuiden. Ja, hè? Goed. Het is vandaag 37 graden. Het is geen weer voor een blanke. Nou goed, dit is hem, hè? Ja. Voetbalvereniging Rood-Zwart uit Delden. Zou er hartstikke blij mee zijn, denk ik. Maar wat vind jij ervan, van de kleuren? Nou, ik vind er niks aan. Vlag op mijn stront schijt. Want heb je de kleuren dan niet zelf uitgekozen? Nee? Nee. Hoe is dat gegaan dan? Nou, je hebt gewoon zelf voor zijn eigen gang gegaan. Ja, hij zegt, hij had hem weggehaald, of weet ik veel wat. En hij zei tegen mij van die schutting is niet goed meer. En toen zegt hij tegen mij, ga je man die nieuwe schutting kopen. Hij zei, dan betaal jij 85 euro en ik 85 euro. En toen ging de buurman aan de slag. En wat dacht je toen? Ik schrok mijn eigen rot. Ik denk, wat is dat nou voor een schutting? Hij heeft waarschijnlijk het hout bij grof vuil weggehaald. En dat heeft hij er gewoon tegenaan geplakt. En dan houdt hij die 85 euro in zijn zak. En wat hij ermee doet, weet ik niet. Maar misschien verzuipt hij het wel. En waarom zijn deze twee planken nog gewoon blank? Nou ja, ik denk dat ze verf op was. En heb je daar wat van gezegd tegen de buurman? Ik zeg nergens meer wat van. Waarom niet? Want als je dat zegt, dan krijg je ruzie met hem. Is dat zo? Dan komt hij met zijn grote laaibek van... Is hij zo ontvlambaar? Oh man, hou op. Hou op. Wat is er verder nog mis met de schutting? Dat hij gammel is. En als ik me goed ophang, dat hij goed over blijft hangen. Oh, je hebt een ouderwetse droogmolen. Ja. En die draait dan in de ronde met al die fijne schone was. Ja. En dan blijft hij hangen. Blijft hij hangen. Eigenlijk kan ik die was hier niet meer ophangen. Want als er een goede wind staat, dan blijft hij achter die schutting hangen. Kijk, dat bedoel ik nou. Dat is mijn onderbroek. Die is bij de schutting blijven hangen. Zullen we er binnen even verder over kletsen? Nou, ik ben zo mager geworden. Mijn broek is te wijd. Afgevallen van de hitte? Nee, joh. Van de ellende. Oh, van de ellende. Allemaal van de ellende. Ik kom bij van de ellende. Hoe was dat contact aan het begin, toen de buren hier net kwamen wonen? Nou, toen was het goed, want toen ging ik gewoon met te praten. Maar wanneer is het contact met de buren dan slechter geworden? Door die tuinen, omdat hij dus mijn tuinen zou doen en toen heb ik het afgezegd. Hij zou jouw tuin doen? Ja, en dat heb ik afgezegd, omdat het te duur is. En sinds dat die Tilly hier woont, dat met z'n drieën... mevrouw uit de vorige zaak. Met z'n drieën spannen ze tegen mijn an. Want dat hek heb hij ook niet uit zijn eigen neergezet. Komt allemaal van haar op. Die hoge schutting die ik hier zie staan. En wat vind je ervan? Nou, ik vind het een uitzichtloos geval. En dan die bomen, die zitten er ook pas. En die heeft hij ook daar neergezet. Die struik, dat is een vlinderstruik. Ja, dat is een vlinderstruik. Ik vind er geen pest aan, het hele ding niet. Komt allemaal vlinders op af en insecten. Want weet je dat die heel hoog worden, die vlinderplant? Wordt heel hoog. Nou... Als het aan mij lag, trapte ik het zo in elkaar allemaal. En heb je al eens wat gezegd tegen de buurman over de vlinderstruik? Nee, want ik hing een bloemetje overheen en dat heb ik eraf gehaald. Toen komt hij naar buiten. Hé, wat verdomme teringwijf. Dat mag ook niet hoor, aan mijn kant, want dat kan ik zo weghalen. Zo, weg ermee. Die rotzooi. Met de poten van mijn struik afblijven. Hoi. Want ik trap je hoofd persoonlijk voor je bek. Hij zou me in mijn kat trappen. Kom het doel aanblijven. Dit is de derde keer. Binnenkort is het toch uitgebloed en komt die schutting ervoor. Dan moet je zo gaan kijken. Dag mensen. Hij staat al klaar.
en 1,80 hoog. Ja, ga maar beter. En hij is 1,80 hoog. Zo'n grote muil moet je hebben als mijn zoon er is. Ja, groot heb ik wel. Ja. Ah joh, je bent bang. Nee joh, jij stoot je bent bang als je dood. Zal ik hem dan eens... Jullie binnen één kliek, jij en Tilly. Zal ik hem dan eens één keer... Jullie zijn één kliek. In de rechtszaak op zijn bek passen. Kijken wie er dan bang is. Jij? Maar dat ging heel heftig aan toe. Ja. En schrok u daarvan? In de eerste plaats wel, omdat hij zo ineens vloekend naar buiten kwam. Maar bent u bang voor de buurman? Nee, totaal niet. Alleen is het wel zo dat ik dus niet met huichelaars praat. Want zullen komen daar en alles wordt oververteld wat ik zeg. Dus u bent het middelpunt van de roddels? Nou, ik hoorde van Connie zeggen dat het hier een hoerenzootje was. Krijgt u zoveel mannen over de vloer? Denk het. Ik denk dat die buurman ook verliefd op me is. Buurman Fred? Ja. Waarom? Waarom denkt u dat? Nou, omdat die ingeving krijg ik dan, hè. Als medium? Juist. En ik ben bij Helden Zien op tv, heb ik gebeld. En die zei tegen mij van, er is een man en die is gek op je. En die woont vlak naast je. Nee. Toen zei ze, ja, zijn naam begint met een F. Ik zei, nou, die heet Fred. Nou, het zou natuurlijk wel iets kunnen verklaren. Het zou natuurlijk wel, als u daar geen gehoor aan geeft... dan zou dat een reden kunnen zijn dat die boos is op u. Dat kan. Tuurlijk kan dat. Wat vind jij ervan, dat je moeder het zo aan de stok heeft met de buren? Niet normaal. Want als ik erbij had geweest, dan had hij door de ruit heen gevlogen. Want je moet wel respect hebben voor oudere mensen. Maar dan ben ik weer ontzettend blij dat we er zijn. Ja, daarom. Want ik kan zo niet verder. Nee, maar... Want als de buurman zo'n kort lontje heeft, en jij dus kennelijk ook... En ik ook. Dan staat de hele zaak hier dus op ontploffen. Ja, maar dat is logisch. Het is een vrouw van 86. Daar ga je toch niet tegen te keren, daar ga je toch normaal praten. Ja. Ik ben best wel een beetje geschrokken van wat ik allemaal gehoord heb. Meester Visser komt hier straks naartoe om de zaak grondig te onderzoeken. Dan weten jullie vanavond in ieder geval waar je aan toe bent. Wat is jullie eis voor meester Visser? Mijn eis is dat de schutting achterweg gehaald wordt en een nieuwe schutting neergezet wordt. Of anders mijn geld terug. En hier zo die vlinderstruik weg en tek. Nou, het is een hele waslijst. Ik kom jullie straks weer halen als meester Visser onderweg is. Ja, maar ik heb nog één eis. Dat hij mijn moeder met rust moet laten, zo niet, is hij voor mij. Oké, okay, nemen we ook mee. Rustig aan. Tot zo. Oké. Nou, het is een hele toestand. Naast de schutting aan de achterkant spelen er dus nog een aantal zaken. Onder andere hier de schutting aan de voorkant en de vlinderstruik. De buurman zou nogal een kort lontje hebben. We gaan het meemaken. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Daar hebben we ze. Van de hoek. Wie is eerst? Ik Victor. Ben Lies. Victor, kom gelijk eens even een stapje naar buiten. Leuk jullie te ontmoeten. Ja, hè? Dacht ik. De buurvrouw heeft namelijk een aantal klachten over onder andere deze schutting. Ja, hij is nieuw. Waarom hebben jullie hem er neergezet? Voor het behoud van mijn planten, want ze hebben allemaal planten vernieuwd. Als zij nu aan mijn vlinderstruik nog een keer zit, ja, dan gooi ik die klauwhamer voor de hasjes. Dan ga ik maar vastzitten, dat interesseert me geen ene moer. Als ik dat poren maar hier niet in mijn erf heb, want ik heb dit gehuurd. Dit is mijn woongenot. Jullie zijn waarschijnlijk blij met alle groen. Vlinders en beestjes die erop afkomen. Ja, wij houden van tuin. Bloemen houden van mensen, hè, zeg ik. Maar niet alle mensen van bloemen. Nee. Ik heb ook begrepen dat jij hovenier bent, hè? Ja, geweest. Ja. Ik ben afgekeurd. Oké. Okay. Dus eigenlijk kun je grote passie niet meer uitvoeren, beroepsmatig? Dit is het laatste huzarenstukje, zou ik zeggen. En daar moet je niet aankomen. En daar moet je niet aankomen? Nee. Want dan vlieg ik je naar je strot. Ja. Ook al, ik kom net bij de buren vandaan. Daar zit de zoon op de bank en die zegt ook dat soort dingen. Ja, maar die man is gestoord. Ja. Hij heeft het hoofd van de bijlen met baaiers. Ja. Die hebben ook zelf tekort. Ja, daar kun je niks aan doen, maar zo ziet het eruit. En zo redeneert het ook. Goed, nou. Och, paradijs. Ja. Wat een fijn plekje. Lekker, hè? Voelt heerlijk als je... Laten we eens even... Och, maar jullie kant van de schutting ziet er een heel stuk beter uit. Ja, maar dat is een keuze die ze gemaakt heeft, Victor. Zij heeft een mooi... Is dat zo? Mooie kant gekregen. En toen zegt ze van, ik wil hem gekleurd hebben. Ik zeg, vind je dat mooi, dat Indische rood? Er mag ook zwart bij.
Want dat is ook mooi. Die zeggen, ik rij je rood-zwart. Dit meen je niet. Dat meen ik echt. Kijk, deze kleur rood, dat is een prachtige kleur. Want wij zijn gek op rood. En toen zei mijn buurvrouw, god, dat is ook mooi rood. Dus zeg ik, het is Indisch rood. Nou, dat wil ik ook hebben. De buurvrouw zegt namelijk, ik ben nooit ergens in gekend. Er is nooit met mij overlegd. Ook niet over de kleuren. Ja. Ik kwam op een dag thuis. Ik was niet thuis. Nee. Ik zag de schutting en opeens had ik een rood-zwarte schutting. Nee, ik heb de sleutel gevraagd, want ik kon er niet in. Want ik moest er wel in. Want ik zeg, als ik jouw schutting ga maken en je wil een mooie kant, moet het aan jouw kant mooi zijn. Hou ik de palen? Heb je ook geen palen? Ja, de palen zeg maar die de boel tegenhouden, die zitten aan jullie kant. Ja, want ik doe er toch een nieuwe schutting omheen. Dan gaan we niet discussiëren. Je betaalt maar 60 euro. Ik zorg voor de lak, ik zorg voor de verf, ik zorg voor de planken. Wat kost al dat hout? Alles bij elkaar heeft dit ongeveer met verf en alles 300 euro gekost. Zij denkt dus dat hij veel goedkoper is geweest en dat jij de rest van het geld in de zak gestoken hebt. Ja, ik ben een dief. Ik heb mevrouw naar de winkel willen bedienen, want ze wil altijd op de voorgrond treden. Ja, en nou is mevrouw op de voorgrond getreden. Maar een of andere idioot van de zoon van de, die vindt die schutting niet mooi, die loopt er tegenaan te trappen. Ja. Is dat gebeurd? Ja, het is er allemaal los. Kijk, ze was jarig en die achterlijke zoon van me, ja, Pino, ja, die dacht even leuk te doen, want er waren nog meer mensen en die gaat tegen die schutting aan te trappen, want dat is toch geen kleur, moeders, dat moet je laten veranderen. En die zei, hey, vuile aso, dat is mijn schutting ook, hè? Je hebt het betaald, hè? Die achterlijke zoon, die heeft alles vergald. Die trap hier de schuttingen kapot, ja, dan doe ik niks meer voor zulke mensen. Dan zou er ook nog tegen de schutting geschopt zijn. Door jou, Ger. Volgens mij op jouw verjaardag. Huh? Nee. Ook tegen de schutting geschopt gaat hij om. Ja. De buurvrouw denkt ook wel een klein beetje te weten waar het tussen jullie is misgegaan. Zij zegt, ik wilde niet dat hij mijn tuin ging doen. Nee, zij vroeg aan mij. Er stond de tuin van de buurvrouw te maken. Ik zeg, kun je het zien? Ja, ik vind het wel mooi. Ik zeg, zou je ook zo'n tuin willen hebben of zo een als ik? Nou, die van jou vind ik wel heel mooi. Ik zeg, die kost je 1000 euro, maar ik ga hem niet maken, want ik moet je niet. Dat heb je gezegd, hè? Ja. En toen ging het mis. Eén keer nog met die baggerpoten van de, aan mijn planten. En dan verhuis je direct naar Hollandhorst. En wat is Hollandhorst? Crematorium. Dat meen je niet. Dat meen ik echt. Maar stel nou dat wij hier nou niet zouden zijn. Ja. Hoe zou dit verder moeten? Nou, dan zou ik in de baai gezeten hebben, waarschijnlijk. Want? Ik had hem gepakt. Ik had hem gewoon helemaal. Ik sla hem helemaal muf. Is er al eens iets gebeurd? Ja, ik heb hier bij, voor de deur gestaan, bij, voor zijn tuin. Heb ik gezegd: vader, fysiek klooster, kom eens een keer naar buiten. Mijn moeder van 86 last gevallen. Ze moet je naar mij toe komen. Annie heeft alleen de zoon erbij gehaald om mij van tevoren eigenlijk al buitenspel te zetten door me in elkaar te rammen. Want dan is er geen tegenpartij. Als hij naar buiten had gekomen, had ik hem in elkaar gebouwd. Dan had ik wel 6 weken willen zitten. Ik heb de politie gebeld, de politie is gekomen. En ik heb tegen die agent gezegd, jij zorgt dat die mafkees bij me voor de deur wegblijft. Dan sla ik de knieschijven eraf met de klauwhamer die erin. Klauwhamer? Ja, ik heb een klauwhamer klaar liggen. Maar hij is best groot. Ja, dat kan me niet schelen. Maar als iemand de knieschijf raakt, dan gaat hij zelf weer naar beneden. En dan is de volgende een tik op het neus. Hier die klauwhamer. Ja. En sla hem godverdomme zijn knieschijf eruit. Ik blijf slaan tot die koud is. En zijn ogen doe je eruit. Kan hij ook niet meer naar zijn moeder kijken? Nee, hij moet vooral kijken hoe zijn benen naar de kloten zijn. Pof hem er zo op. Dat is toch verschrikkelijk, Fred? Het is verschrikkelijk, maar als dat de enige uitweg is om die psychopaat van de deur af te houden. Ik ben echt serieus heel bezorgd om het feit dat dat een keer gebeurt. Want dan gaan jullie hier rollen door de straat en één van twee vertelt er niet meer na. Ik zeg altijd, pak me, laat me niet opstaan. Ik ga er gewoon een eind aan breien. Ik ga gewoon als een dolle meester visser bellen dat hij op moet schieten. Ja. Want er is haast bij vandaag, heb ik al in de gaten. De buren eisen dat de schutting hier weggehaald wordt of dat ze hun 85 euro terugkrijgen. Nee, dat nooit. Aan de voorkant moet het schuttingje weg. De vlinderstruik moet weg. Hebben jullie een tegeneis? Ja, alle vier de eisen ongrondig verklaren. Ik kom jullie straks weer halen als meester visser onderweg. Is goed, ja. Dank je wel zover. Ja, graag gedaan. Jongen, wat een heftigheid vandaag. Ik heb eerlijk gezegd zelden een zaak meegemaakt waarbij beide partijen elkaar zo heftig bedreigen. Ger roept dingen als, je kan me wel pakken, maar zorg dan dat ik niet meer opsta. En Fred op zijn beurt, die heeft de klauwhamer bij de deur liggen om de knieschijven van Ger te bewerken. En het erge van alles is nog
dat ik dit keer ook serieus geloof dat ze het gaan doen. Ik ben dus heel blij dat meester Visser onderweg is om aan deze zaak echt vanavond een einde te maken. Hij moet het gaan oplossen. Ik ga beide partijen erbij halen. Fred en Lies staan al klaar. Buurvrouw Annie en Ger, komen jullie er ook bij? Ik ga jullie niet vragen om elkaar een hand te geven. Dat gaat niet gebeuren. Laten we eens beginnen bij de tuin. Annie, wilde jij je tuin laten doen door de buurman? Was het te duur en heb je dat afgezegd of niet? Ja, nee, zo is het volgens Annie gegaan. Victor, daar was jij niet eens bij. Gevraagd wat kost het. Ik zeg 1000 euro, maar ik ga hem niet maken, want ik moet je niet. Is dat te liegen? Nee, jij moet naar het Sprookjesbos. Hé, hey, tuingebouwte, dan moet je even normaal doen. Jij moet naar het Sprookjesbos. Het is wel een vrouw van 86, hè? Ja? Je mag helemaal niet. Nee. Je bek houden! Nu! Nu je bek! Ho, 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 ho. Kijk, dat bedoel ik. Ho, ho, kom. Alsjeblieft. Kom, hè? Van tegen mijn moeder te zeggen van, haal je zoon er maar bij. Nee, ben ik erbij. Ik wil graag dat je daar komt staan. Ik wil graag dat je daar komt staan. En dit werkt niet. Dit wordt een straatverbod. Wordt dit een straatverbod? Denk het wel. Doe alsjeblieft rustig. Hoezo dat dan? Je bedreigt me. Waarom bedreigen je dan? Staat er op camera? Even mond houden, allebei. Deze man die is niet onterekeningsvatbaar, denk ik. Nee, die is... Ja, dat is onterekeningsvatbaar. Niet mee te praten. Luister, ik heb een bijl thuis. Ja, die kan ik hier mee naar nemen. En dan kan ik zeggen, ik heb een bijl achter de deur staan. En als je op straat ziet, haal je kop eraf. Annie, jij denkt dat er misschien nog wel een andere reden is dat het is misgegaan tussen jullie. Ja, ik heb gedacht dat hij gek op me was. Sorry, mag ik de antwoord opgeven? Nou wil ik zo knap het niet hebben natuurlijk. Nee, nee. Al was je de laatste vrouw op aarde, dan moest ik je nog niet. Erger kan niet, zeg. Wat hij in staat van ontbinding is, wordt niet aantrekkelijk. Nee, nou, dat bedoel ik. Ik wil even naar de achtertuin. Wist je nou dat die schutting geschilderd zou gaan worden of niet, Annie? Niet zo geschilderd worden. Nou, jij denkt zeker dat ik voor de lol die kleuren verf ga halen? Je bent niet goed, hoor. Fred zegt... Annie wist dat hij geschilderd zou gaan worden in rood-zwart. Nee, reageer eens op mijn vraag. 80 euro. 60 euro. 60 euro. Nee, 85. Drie brieven, 20 kwam je aan de deur. Oké, 85. Was het nou 60 of was het nou 85? 85. 60. De buurvrouw Fred is namelijk van mening. En als ze er niet uitgaan, dan trap ik ze er zelf uit. Dan moet je het doen. Ik heb zelfs de mooie kant aan aangegeven, want ik heb de achterkant. Oh, wat een mooie kant. Ja, jij wilde het zelf. Want jullie zeggen, we hebben de buurvrouw zelfs nog laten kiezen. Ja, jawel. Kijk, ze durven niet eens aan te kijken. Ja, nee, durf je niet aan te kijken? Nee, want je ligt door je hele hersenen. Nee, ik kijk heus door je heen, man. Nou, zo neem je het toch op, man. Ja, ik kijk zo door je heen. Ja, je fabeltje, allemaal fabeltje. Hé, rustig nou. Dat heb je zeker fabeltjes. Wij zijn in gesprek, hoor. Rustig. Maar dat kan je wel. Ze wordt ook niet aangeraakt, hoor. Kan je ook respect voor hebben, ja? Ja, moet zij respect naar mij tonen. Moet ik hem serieus nemen? Met zo'n figuur ga ik, die kan ik dan niet meer serieus communiceren. Hij is een gevaar voor de maatschappij. Jij denkt dat je hersens hebt, hè? Ja. Er zit zaagsel in, hoor. Ja, hersenvreetjes bij jou. Oh ja? Ja. Heb jij de schutting wel gezien, hoe je die gemaakt hebt? Ja, heb jij kapot getrapt, hoor. De schroeven hangen eruit, man. Ja, en als je ze eruit is, erbij. Ik kom je nog wel een keer tegen en ik ben je van mij. Goedemiddag. Meester Visser, goedemiddag. Ik ben eigenlijk nooit zo blij geweest dat u er bent. Mag ik je voorstellen? Fred van Doek. Lies en Fred. Lies. Die wonen hier. En aan deze kant woont mevrouw Annie. Ja. Hallo. Dag, mevrouw. Die kent u misschien nog? Ja, die kennen we nog. En de zoon. En zoon Ger. En zo'n Ger. En er is een heleboel aan de gang, met name over de schutting aan de achterkant, maar ook over de vlinderstruiting aan de voorkant. Als meneer Visser die schutting ziet, dan slaat hij achterover. Meet is weten. En u bent niet manipuleerbaar? Nou, we gaan eventjes hier een beetje even meten, want ik wil even die schutting... En dan hebben we hier dus de vlinderstruik. Hij is 2 meter hoog. Maar hij staat op minder dan 30 centimeter. Maar deze schutting gaan we ook even meten. Dat mag meneer Visser. Exact 1,80 meter. Zegt ik. En u wilt hier die schutting doorzetten? Ja, meneer Visser, want anders gaat mijn vlinderstruik er ook aan. U knipt daar aan. Nee, ik heb er 1 bloemetje van afgehaald verleden week. Klopt niet. Hier, meester Visser, is aangetrokken. Is helemaal niet waar, man. Nee, dat hebben weer kapotjes gedaan. Maar we gaan nu eerst even bij u in de achtertuin kijken. Je bent toch gek. Heeft u mij verder nog nodig, meester Visser? Nee, gaan we wat leuk voor je zelf. Kijk, hij gaat niet mee, hoor. Lopen jullie door je eigen huis en dan ziet meester Visser jullie weer aan de achterkant van de tuin. Dat we dat vorige keer gedaan hebben.
eis een straatverbod voor deze man. Want als deze man bij zijn moeder blijft komen, dan heb ik hem continu op de stoel. En dan gooit hij de ramen in. En dan gaat het echt fout. Flippen. Ik gooi echt die haan. Dat moet hij maar eens proberen. Dan kan hij zich kies bestellen. Echt, letterlijk en verhuurlijk. Oh, ja. Dat is de schutting. Mooie schutting, hè? Nou ja, het is een beetje... Een vlag op de stront schuit. Het is een beetje scouting. Maar ja, dat houdt dat. Waar heb je dat vandaan? Bouwmarkt. Bij de bouwmarkt? Ja. Maar het trekt helemaal kom. Ja, dat klopt. Heeft u mij nog nodig, meester Visser? Nee. Nee. Dat vind ik jammer. Hè? Dit is allemaal geschilderd. Ja, dat vond ze niet erg. Twee plonkjes hoeven er niet bij. En dit dan? Want... Toen hadden we zo'n ruzie dat ik zei, pak maar een pot verf, ga het zelf maar schilderen. Kijk, nou zie ik hier de wasmand van Annie staan. En nou lijkt het mij misschien, ondanks dat ik eigenlijk niet meer nodig ben, toch nog wel even leuk om nog even de test met de droogmolen te doen in de tuin. Hè? Maar... Waarom heeft u niet gelijk gezegd toen hij het maken was? Dat is niet goed. Ik was er niet bij dat hij aan het maken was. Jawel hoor. Toen hij klaar was. Ik was er niet bij toen hij aan het maken was. Hoe moest ik dan de tuin uitkomen? Stop, doe niet zo te liegen, man. Anders krijg je een klap voor je. Dat gaan we niet doen. Hoe moet ik die tuin uitkomen dan? Ga weg. Gooi die deur alsjeblieft dicht. Nee, hoe moet die tuin? Hoe moet ik dan die tuin uitkomen? Van die leugenaar. Dan hij is aan jouw kant gemaakt. Echt. Geef je dat een teringklap boven je muil. Nee, dat maakt mij niet uit. Echt. Pak hem met mijn blote handen. Sla hem zo zoek. Echt. Want ik heb goede klauwtjes, die zijn keihard, hoor. Ja. Vuile stelletje leugenaars. Nee, hoor. We gaan even naar de buren. Nou, doen we het op dezelfde manier. Blijf je in de deuropening staan. Oh, ja, dat is leuk. Het feest er nu van Annie. We kunnen wel een klein beetje vrouwelijkheid gebruiken. Doe er ook bij. Meneer Visser en hij mocht ook die kant kiezen, maar dat wilden ze zelf niet. Ja, dat ziet er nou wel netjes uit. Ik denk wel dat als je die schutting, die wilt u weg hebben... Dan zit je wel met een gat. Geeft hij mijn geld terug? Nee, never en nooit. Nee. Maar dat zit erin. Ik heb het geschilderd. Ik heb het geschilderd, meneer Visser. Ik ga het niet doen. Nee. Ik ga nooit 60 euro terugkomen. Het is allemaal hier mooi. Wat is dat nou? Victor, wat ben jij nou aan het doen? Ja, omdat Annie klaagt over de splinters aan het hek... en dat haar was daaraan blijft hangen, doe ik even een rondje droogmolen. En dat heb je zelf bedacht? Nou, Victor is de was aan het ophangen. Dan gaan we weer even naar de tuin hiernaast kijken. Zij is hier wel gewend, de vuile was buiten hangen. De droogmolen. Open nou. Wel schoon was je, hè, meneer Visser? Ja. Zal ik? Ja, dat gaat niet goed. Je moet de andere kant op. Waarom? Daarheen. Waarom? Ja. Dat maakt er niet uit? Ja, je hoort het wel nu. Kijk, dan komt het. Daar gaat een... Een kledingstuk, wat lingerie. Hij mag rustig bij mij de was op komen hangen, Victor. Ja, hoor. Ja, nou, beste mensen, ik heb het hier allemaal gezien. En we gaan naar de hoorzitting en dan gaan we over de zaak praten. Ja? Ja. Dat is goed. Ik zie jullie straks. Okay. Dat is goed, meneer Visser. Tot straks. Ja. Tot straks. Tot straks. Even goed laten drogen. En dan, ja, nee, je moet eraf halen. Erg, hè? We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek wel gezien... dat we vandaag echt te maken hebben met een zaak die op exploderen staat. Het kostte me de nodige moeite om beide mannen uit elkaar te houden... maar het had niet veel gescheeld of Ger was Fred gewoon naar de strot gevlogen. Nou, gelukkig is dat goed gegaan. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik voor de hoorzitting die nu plaats gaat vinden... een klein beetje mijn hart vasthoud. Maar goed, laten we hopen dat het rustig blijft. Die vindt hier plaats in het café. Meester Visser is er klaar voor. En de hele buurt zit in de zaal. Als ze het niet normaal doen, dan word ik kwaad en dan ga ik slaan. Ho, ho, ik ben er. Bel de politie maar vast, want er gaan klappen volgen. Welkom, we zijn hier in Lelystad. Aan de orde is de zaak van Annie, bijgestaan door haar zoon... tegen Fred en Lies. Ja, u doet niet mee aan de verkiezing voor de gezelligste straat van Nederland, hè? Kan je wel zeggen? Nee. Nou, dan staat daar de vlinderstruik inmiddels... Die staat al 2 jaar. Die staat er 2 jaar, is gekocht bij hij het bakker. Hij liep dat hij was, want nee, het zijn geen 2 jaar. Jawel, ik heb hem nog nooit gezien. 2 jaar. Jij uitzicht belemmert mij. Nee,
Jawel. Nee, het is mij vrij. Want als ik op de bank zit, ken ik geen moer meer zien. Dat kan mij dat zo'n nou schelen? Stukje. Kan jou dat schelen? Tuurlijk kan jou dat niet schelen. Ja, je wandelt alleen maar. Ik ken dat niet. Je vernielt de planten en daarom is die... Daarom staat die schuttingen. Ik ben nooit onze planten geweest. Alleen verleden week heb ik één bloemetje. Ja, dan. Ja, 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 ja. Maar, ja. Maar waarom... En zit niet te liegen, ik want lieg er komt zo bij, hoor. Jij liegt. Zit niet te liegen. Jij liegt. Dan naar het volgende probleem. Want voor beide vlinderstruik heeft u een kloeke schutting opgericht... van op het hoogste punt 1,80 meter hoog. Dat mag. U dacht, dat is lekker rustig. Nee, behoud voor mijn planten. Ik wil niet dat mensen aan mijn planten trekken. Hmm. En u was van plan er nog zo'n schutting aan vast te plakken? Twee schuttingen. Twee stuks. En dan zou die vlinderstruik weggaan? Nee, die gaat iets naar voren. En nou, dan ziet ze alleen het topje. Wat verwacht u eigenlijk van vandaag? Dat alles blijft zoals het is. Gewoon opgelost. Nou, maar dan is het toch geen oplossing? Dan staat u met een klauwhamer klaar om knieschijven te verbrijzelen. Ik hoef toch geen hysterische man op mijn pad? Nou ja, dat bedoel ik. Dus dan blijft dat gewoon zo. Maar dat is toch niet leuk? Dan praat ik bij deze een straatverbod dan. Ja, voor die man. Ja. Moet ik mij laten bedreigen iedere dag? Daar heb ik helemaal geen zin in. Iedere dag? Ben je wel gewoon bij het pan? Dat gaat gebeuren. Iedere dag, ja. Als jij mijn moeder lastig valt, wel, ja. Ik val je moeder niet lastig. Zolang je mijn moeder niet lastig valt. Nou, ik val jou ook niet lastig. Nou, daar zijn we er toch. Nou, daar zijn we toch. Schutting ervoor, even goede vrienden. Ja. Ik wil je niet eens zien. Nee, ik jou ook niet. Maar ja, goed. Die schutting moet 1,20 meter voor zijn. Nee, 1,80. En 2 meter achter. Het is de polder. Dit is de polder. Het is geen stad. Maar aan de achterkant. Wie had dat onzalige idee dat u daar een schutting tussen ging zetten? Ik heb een hond. In de winter heeft het heel erg gestormd en gewaaid. Ja. Die schuttingen waarom? Toen zeg ik tegen de buurvrouw, je schuttingen zijn omgewaaid. Toen zegt ze, nee, dat zijn jouw schuttingen. Ik zeg, oké, dan is het mijn verantwoording, want ik heb een hond. Ik wil niet dat je er last van hebt. Ja. Gaan we oplossen. Geef mij een bedrag. Ik heb gezorgd voor de verf, de rolletjes. Ze heeft geen blikverf betaald, hoor. Wou je zeggen dat je de verf hebt betaald? Heb ik je bon van de verf gelukkig? Nee, dat hebben we niet. Nou, ik heb geen verf. Ik heb geen bon gegeven voor de verf, voor de kwasten, voor het bakje, voor de rolletjes. Heb je niet gehad. Wat een goede man, hè. Wat een goede buurman, hè. Zo'n goede buurman heeft niemand. Ik snap één ding niet. Als een schutting 300 euro kost... Ja. En je hebt maar 60 euro gekregen... waarom ben je dan zo lul om de rest bij te leggen... en niet te overleggen dat die schutting duurder is? Nee, want dat hoeft ze niet te betalen. Nee. Nou, waar zei je dan over? Zijn ze het over die schutting? Zij. Niet ik. Waarom want ik niet? Heb gezegd, 1 bedrag, 60 euro, en we praten nergens over. Dan kan ik niet tegen je moeder zeggen... hé, hey, schutting was zo duur, je mag hem meegedaan. Waarom niet? Nee. Nee. Een woord is een woord. Waarom moeten wij dan meer betalen? Oh, wacht even. Ja. Dat is geloof, hè, wat je nou zegt. Jij bent iemand die zijn woord voor zijn leven niet houdt. Oh, ga jij me dat nou vertellen? Ja. Wie bent u? Nou? Ik ben de buurman van hem. Daarnaast, aan de andere kant. Aan de andere kant. Oh, dat zijn de ontbrekende buren hier. Ja. Het ging om die schutting. Ja. Dit is op de janken, dat hele verhaal. Hij heeft die schutting erin gezet op 60 centimeter na. Heb zij elke keer gevraagd, buurman, heb je dat, maak het even dicht. En van de week of van 2 weken geleden zegt hij tegen mij... nou, ze zit toch over de schutting te zeiken? Hij zei, dan krijg je de schutting, maar wel voor de raad. Ja, heb ik gezegd, ja. Maar nu even u, mevrouw. Als je zo'n schutting ziet, dan zeg je toch gelijk, dat wil ik niet. Ja, maar ik heb het te laat eigenlijk gezien. Ik wou er niet op ingaan verder. Ja, te laat want zien, dan dat krijg je toch... Bonje, een... Want hij springt op als het woest vlooien, ja, nee, als maar... ik het zeg. Ja, nee, ja, dan, maar dan... Ja, luister, of je zegt het... Of je zegt het niet, maar dit kan je niet missen, hè? Zo van, ach, ik zag het pas na een paar weken of zo. Dit zie je gelijk de volgende dag. Nee, ik zit nooit in die tuin. Nou dan. Nooit. Maar wat wilt u eigenlijk met die schutting? Die moet weg. Dan moet je een nieuwe kopen. Dan moet je weer. Wij geven want ik geef er geen cent aan, hè? Nee. Maar als die weg is... Is er een gat, dan is het nou, leeg. Dan schakel ik gewoon mijn tuinman in en die gaat voor de prikken. Je haalt die voor mij de schutting. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Goed. Maar jij zal er niet van profiteren. Nee, dat nee, hoeft ook niet. Nee. Maar dat kan niet anders, want als je een nieuwe schutting zet, gaat hij ervan profiteren. Nou, dan zet hij hem ervoor dus, en dan laat hij die schutter maar staan. Dus de keuze is gewoon wel een schutting of een groot gat. Nou, zet hem ervoor? Nee, je zet hem er gewoon nou, voor. Nou, zet hem ervoor. Dat vind ik hartstikke goed. Is ook prima. Die vent is gestoord, die hoort in het gekkenhuis. Nou, jij bent rijp op Pieter Baan Centrum, hoor. Wat ben ik? Wat ben ik? Brillenjootje? Zij begint te schelden, hè? Ja, nou, hallo. Dan word ik doodziek van jou. Ja, ik word de hele tijd al uitgescholden. Nou, volgens mij heb ik alles behandeld.
Goed maken zal ik op mijn leven niet. Nooit. Ik maak het met jou nooit goed. Nee, ik ook niet. En met jou. Dan eindig ik nu de hoorzitting. Ik kom straks bij u terug en zal ik zeggen wat ik van de zaak vind. Ja? Goed hoor. Tot straks. Liefst zou ik ze de grond in willen trappen. Alle twee. Die lelijke den kontje reeree. Ik denk als er een fysiater bij komt, dat ze gelijk allebei worden opgenomen. Pieter Baan Centrum. Echt? Nou, Annie, hoe is het gegaan? Ik zat te koken. Ja, en jij ook trouwens. Je verdient wel een compliment, Ger, dat je je zo hebt ingehouden. Nou, het was net of ik op een plakstoel zat. Dat ik niet kon doen wat ik wou, eigenlijk. Want wat had je het liefste gedaan dan? Nou ja. Ik had een beet gepakt en zo door die tribune heen gepleurd. Wat denken jullie dat meester Visser gaat beslissen? Dat we ver genoeg van elkaar moeten blijven. Ja, ja, dat lijkt mij ook wel vandaag heel verstandig. Ja. Nog een paar minuten afwachten. Ja. Dan weten jullie waar je aan toe bent. Dames en heren, na een lange, warme, emotionele dag waarop de doodsbedreiging ons om de oren vlogen en het nog bijna uit de klauwhamer dreigde te lopen, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de enige man die vandaag echt hard met de hamer mag slaan, is er klaar voor. Mag ik u allemaal vragen indien mogelijk om te gaan staan? Want hier is de enige echte, meester Frank Visser. Uitspraak in de zaak Annie tegen Fred en Lies. Ja, de schutting in de voortuin. Die is hoger dan de toegestane 1 meter. En omdat er geen vergunning is om hoger te bouwen, moet Fred die schutting daar binnen een maand echt weghalen. Doet hij dat niet, dan moet hij een boete betalen van 100 euro per dag. En dat kan oplopen tot 5000. Dus ik zou dat echt weghalen. Nieuwe hoge schuttingen in die voortuin zijn uiteraard even minder toegestaan. De vlinderstruik daarentegen mag daar wel staan. En ik heb het opgezocht. In de gemeente Lelystad is de minimumafstand van Heesters tot de erfgrens 0 meter. Dus die vlinderstruik die staat daar goed. Het lijkt me geen goed idee en ik zal het ook verbieden dat Annie daar met haar vingers aankomt. Maar wel moet Fred die struik minimaal 1 keer per jaar geheel terugsnoeien tot binnen de eigen tuin. Kom ik toe aan de schutting achter? Nou, dat is een mislukking. Maar omdat Annie daarover niet tijdig heeft geklaagd, heeft zij het recht verloren om dat nu alsnog te doen. Maar wel mag ze, zoals ook aangekondigd, aan haar kant een nieuwe schutting zetten. En nu kom ik eigenlijk toe aan wat misschien wel het allerbelangrijkste is in deze zaak. Duidelijk is dat beide partijen elkaar op zeer onheuse wijze bejegenen. Nou zou ik daar natuurlijk allemaal wel boetes op kunnen gaan zetten, maar daar zie ik eigenlijk weinig heil in. Wat ik wel zal doen, is u ernstig waarschuwen. Want als u hiermee doorgaat en het nog verder uit de hand gaat lopen en er misschien wel sprake is van strafbare feiten en doodsbedreigingen zijn strafbare feiten, dan loopt u het grote risico dat de woningbouw naar de kantonrechter in Lelystad gaat en gaat eisen dat u de woning wordt uitgezet. Er staat wel wat op het spel hier. Hou ermee op. Negeer elkaar. Dit is mijn uitspraak. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Nou, Annie, voor jou is het geen verrassing. Jij als helderziende had deze uitspraak waarschijnlijk van verre aanzien komen. Wat vind je ervan? Ik vind het hartstikke goed. Maar je moet wel met je vingers van de planten afblijven. Ik kom niet aan die vieze planten. Maar dat is dan vanaf nu beloofd? Ook ja, wel. Ik kom er echt niet aan die vieze planten. Oké, hartstikke goed. Hoe is het aan deze kant? Wat vinden jullie van de uitspraak? Doen we het na een meter? Ik haal hem helemaal weg. Ja. Zit er een haag niet? Ja, als hij maar niet weer zo hoog wordt dat hij niet aan de regels voldoet. Nou, dan zet ik hem op 21. Ja. Vuurdorp. Niet zuigen. Stoppen met zuigen. Vuurdorp. Pas op. En aan de achterkant blijft de schutting dus staan. Maar ik heb begrepen van jullie allebei dat jullie daar een eigen schutting tegenaan gaan plaatsen. Ja. Een hele stomme vraag, misschien wel de stomste vraag van de dag. Zit er nog een hand in? Nee. Totaal. Nee, voor geen goud. Ik ben pas ziek geweest. Voor geen goud, dat is duidelijk. Ik was iets te optimistisch. Mochten er nou nog mensen uit de straat in de zaal zitten die ruzie hebben, u weet ons te vinden, hè?
U allemaal bedankt voor uw komst en nog een hele fijne avond. Dank u wel. Dank u wel, man. Dank u wel. Nou, meester Visser, het was een pittige dag, maar het zit er weer op vandaag. We hebben in ieder geval een heleboel nieuwe scheldwoorden geleerd. Zegt u nou eens eerlijk, heeft u er nou een beetje fiducie in dat het daar rustig blijft? Ja, weet je, Victor, ik zeg altijd, waar nog leven is, daar is hoop. Ja. Zit u nou thuis te kijken en staat u op het punt om die hoop op te geven? Doe dat niet. Wacht. SMS, mail, bel ons. Komen we zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het op. Zo is dat. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. En een fijne avond. Victor, hè, toen jij die was aan het ophangen was, hè, ja. Toen had ik opeens zo'n liedje in mijn hoofd. Ken je dat? Van zwaaien met je onderbroek, onderbroek. Onderbroek, laat zwaaien met je onderbroek. Hey, hey, hey.